Hoi! We zijn nu op vakantie in Florida en we hebben shopkins gekocht van Season 5. Ik heb alles uit de tas gehaald en dit is wat we zo meteen gaan openmaken. Twee pakketjes en dan zie ik daar op de voorgrond iets van snoep. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. Ja, en dan de nieuwe blind bags. Nou, die zien er ook super schattig uit. En daar heb ik er ook twee van gekocht. Beide, waar hebben we dit gekocht? Bij de Target. Dollar Tree? Nee, bij de Target. En nog wat stickertjes. En wat stickertjes, die heb ik wel bij de Dollar Tree gekocht. Ja. Dit is Jane Frame en het is een spiegeltje. Ja, Jane Frame. En frame is eigenlijk niet een spiegel, maar een lijstje. Zoals een fotolijstje, dus ik weet niet of het ook echt een spiegeltje moet voorstellen. Het lijkt er wel op. En volgens mij is het een petkin. Wat denk jij? Kijken. Oortjes. Ja, het is een petkin. Dit is Sadie's Soccerbal. En het is een voetbal. En dit is volgens mij een nieuwe serie. Als ik nu de hoe heet het ook alweer, hoe noem je dit? Het lijstje met shopkins erbij haal. De sport. Dan zie je inderdaad een rubriek sport. En hier staat ze. Of hij. Hij of zij, wat denk jij? Ik denk dat het een hij is. En ik zie omdat nu... sport meer voor jongens is. Kijk, ik zie nu wat groens hier aan de zijkant. Als ik haar rond hem ronddraai. Wat zei je nou? Omdat het voor jongens is? Nou... Je oudste zus zit op voetbal, hè? Ja, maar... Is dit alleen voor jongens? Kijk, hier is het groen voor het gat dat hij over het gras heeft gerold en dat hij dan vies is. Aha, is dat het? Ja. En dit is Brittany Brownie. En het is een petkin. En het is een petkin met hele grappige oortjes. En ik vind brownies lekker. Brownies zijn lekker en hier zit volgens mij slagroom op en ik denk iets van een... Kersje. Ja, of een aardbeidje. En dat bruin is allemaal een brownie. Ja. Dit is Polly Polish. Ja, en dat is nagellak. En ze staat in de rubriek Charms. Dus bedeltjes. En dat begreep ik niet helemaal, want ik zag hier allemaal bekende shopkins. Strawberry Kiss, Cookie Cookie. Maar ik zie nu dat hier dat je deze ergens aan kan hangen. Aan een armbandje bijvoorbeeld. Armbandje. Dus al deze shopkins onder de rubriek, moeilijk woord hè, rubriek. Uh-huh. Onder de rubriek Charms, dat zijn bedeltjes die je ergens aan kan hangen. Aan een armband. Dat is goed bedacht. Dit is Hillary Harp. Weet je wat een harp is? Is dat zo'n ding waar je aan die snaren muziek kan maken? Klopt, het is een muziekinstrument. En heb je wel eens gehoord van Hillary Clinton? Weet je wie dat is? Dat is een mevrouw. Speelt zij in een film? Nou, toevallig heb ik inderdaad hier in Amerika, wij zijn nu op vakantie in Florida, heb ik wel een film gezien met haar naam. Dus daar zal ze in voorkomen, maar ze is op dit moment heel bekend omdat ze president van Amerika wil worden. President? Ja, weet je wat dat is? Nee. Oké, we gaan verder. Dit ziet er lekker uit. Dit is... Tupa cacao. Ja, chocolademelk. Met een hele mooie roze beker. En een marshmallow. Ik denk het wel hier in het midden. Hij is bedekt met chocolademelk. Met heel veel lekkere chocolademelk. Steekt haar tongetje uit. Kijk, deze shopkin steekt ook haar of zijn tong uit. En ik vind hem heel erg leuk. Maak er maar een hei van. Want het is heel erg toepasselijk nu op vakantie. Dit is een... Weet je dat? Barbecue. Een barbecue. En zo heet hij ook. Barbecue. Barbecue. Erg grappig. Aan de achterkant staat wat. Ja, dat is het. En deze vind ik echt heel schattig. Hoe heet ze? Ze heet Ice Cream Cake. Kate. Niet cake, maar Kate. Ice Cream Kate. En wat heeft ze op haar hoofd? Een ijsje. Een ijsje. Ik vind dat superleuk. Erg schattig deze. En het merk staat er ook achter. Het merk staat erachter, ja. En wie is dit? Pizza Planter. Pizza Planter. En ze heeft een harkje volgens mij in haar rechterhandje. Nee, dat is een vorkje. Een vorkje? Ja. Ja, maar dit heeft te maken met planten. Met de tuin. Dus ik denk dat het een hark is. Jij denkt dat het een vork is. Dat kan ook. Ik denk dat het ook een hark is. Dit is weer een petkin met een snoetje en oortjes. En het is een royal cupcake. En ik heb jou net uitgelegd wat royal betekent, hè? Wat is dat? Dat is... Koninklijk. Koninklijk. En ze heeft ook een kroontje op. En weet je inmiddels wat een president is? Ja, dat is de baas van het land. Ja, goed zo. Zo kan je het zeggen, ja. We hebben nu nog 5 blind bags om open te maken. En dat vind jij volgens mij heel erg leuk. Ja. Omdat ik het heel spannend vind wat erin zit. En ik heb gezien op dit kaartje
dat er ook een soort van glow-in-the-dark volgens mij Shopkins in kunnen zitten. Waar heb ik dat nu gezien? Limited edition. Daar. En dan is dit denk ik glow-in-the-dark. Ik wil het liefste van de limited edition die. Die ziet er ook leuk uit, omdat hè? Dat een soort van een... Zo'n veer die je uit kan rekken. Ja. Die je dan zo van de trap zo af kan laten gaan als je hem bovenaan neerzet. Nou, we gaan het meemaken. Deze twee en deze, die zaten in de verpakking. Mm-hmm. Dus die we net hebben opengemaakt. En dan zit hier, kijk, een rugzakje. Ja. Zie je dat? Een rugtasje. En zo maken we hem open. Ja. En hier ook één. Oh, aan de andere kant. Andere kant. Hier? Ja. Oké, goed dat jij het weet. En deze heb ik losgekocht. Ja, en ik heb er nog meer, maar wij zijn nu op vakantie in Florida. We logeren bij goede vrienden van ons. En ik heb gemerkt dat video's langer dan 10 minuten, dat duurt heel lang om te uploaden. En volgens mij gaan we al naar de, nou ja, denk naar de 10 minuten toe. Dus vandaar dat we deze video toch maar in twee gaan hakken. We gaan nu gewoon eerst de blind bag openmaken. Dus bij de link gaan we naar de tweede stukje. Bij de link, ja. We gaan een link plaatsen naar de tweede video. Oh, kijk nou. Wacht, wat is dit? Dat lijkt op een limited edition. Denk je? Dit is Yoji. Dat staat op het kaartje. Maar ik ken hem niet van season 1. Ik ken hem ook niet. Het is in ieder geval een charm, een bedel. Je kan hem ergens aanhangen. En het ziet eruit als een cupcake met slagroom. Kijk naar zijn gezichtje. En een lepeltje. En hij is, of zij is, super cute. De volgende blind bag. Ik heb hem net al een beetje opengescheurd. En dat is in ieder geval weer wat lekkers. Met armpjes. Met armpjes. Dat hebben we toch niet zo vaak, armpjes. Oh ja, dat hebben we wel. Ik pak nu even een andere erbij. Maar in dit geval houdt de Shopkin, de cupcake. Ja, het is ook een cupcake. Of is het een ijsje? Wat is dit? Ik denk dat het een cupcake is. Laten we even het lijstje erbij pakken. Okay. Dit is Creamy Cookie Cupcake. En ze is zeldzaam. Met inderdaad een koekje erin. Maar wat houdt ze daar vast in haar handje? Een koekje, denk ik. Oh. Toch? Ja, maar we hebben niet echt zo'n Shopkin die iets met twee handen vasthoudt. Nee, dit is volgens mij ook de eerste. Mijn dochter hoopt dat dit Clicky Mouse is. En als dat het geval is, dan zou ze licht moeten geven. Dat weet ik trouwens niet hoor, dat denk ik, maar... Dat gaan we zo meteen uitproberen. En het is... Jip, het is er zo een. Ik hoop dat ik het jullie zo kan laten zien. We zitten nu in de voorraadkast. We staan nu in de voorraadkast, een enorme voorraadkast. En ik heb de Shopkin even buiten in het zonlicht gehouden. En inderdaad, hij geeft licht. En weet je nog wat dit is? Hoe ziet het eruit? Een muis. Een muis, ja. Clicky Mouse. Oh, aan de achterkant staat een staartje. Grappig, hè? Beetje een vraagteken, daar lijkt het op. We zijn nu toegekomen aan de laatste twee blind bags. Die in die leuke rugzakken zitten. Reistassen. Alleen, deze twee zitten aan elkaar vast. En ik vraag me nu af of dat met deze ook kan. Oh, ik weet hoe dat gaat. Nou, ga jij het proberen? Dan ga ik deze twee uit elkaar halen. Ja. Mijn dochtertje heeft het nog niet voor elkaar. Maak ik nu wat stuk? Oh, aha. Oh, wacht. Nee, joh. Je moet hem eerst open doen. Dat is het. Kijk. Je moet hem eerst open doen. Oh, het is een wonder dat ik hem net niet stuk heb gemaakt. Eerst open doen. Dan kan je dit zo doen. En dan gaat hij weer dicht. Weet je het nu? Denk ik wel. En zo kun je ze dus allemaal aan elkaar vastmaken. Maar we gaan hem nu openmaken. En hoe doe ik dat dan? Zo. Dit is blind bag nummer 1. En wat is het? Ja, spannend hè. Het is een... worstenbroodje. Een worstenbroodje? Ja. Even kijken in de lijst. We hebben hem gevonden en het is geen worstenbroodje. Het is een... croissant. Een croissantje, ja. En ze heet, of hij heet, Choki croissant. Oftewel een chocolade croissant. Met, ja, iets van room. Een sausje. Een saus. Een sausje. Room bijvoorbeeld. Weet je wel? Van die gele room. We hebben nog één blind bag om open te maken. En mijn dochtertje hoopt natuurlijk dat er weer een lichtgevende Shopkin in zit. Maar kijk, deze zijn we net vergeten om te laten zien. En hij is wel heel erg leuk. Dit is Snorky. En waarom zijn we vergeten om te laten zien? Omdat ik eerst aan de andere meisjes vroeg van wat is dit? Want wij kwamen daar niet uit. Maar mijn dochter van 10 wist het meteen. Want wat is het? Een snorkel. Een snorkel. Dit is de duikbril. En dit zijn, dit lijken wel vinnen van een visje. Flippertjes. Ja. En dan is dit de snorkel. Ik vind deze ook heel erg leuk. En
emmertje en het is een vogelgezichtje. Dat wel, dat vind ik wel. Ik vind het wel een beetje op een snaveltje lijken. Dat is denk ik niet de bedoeling, het moet dan meer op een vismondje lijken of zo. Maar goed, nu de blind bag. En wat zit erin? Oeh. Een gosmeier. Denk je? Ja, en het is een paardgezichtje. Een paashaasgezichtje, zei je? Paard. Een paard. Ja hoor, ze had het goed gezien. Het is een grasmaaier. Ze heet Launa Mower. Ik hoop maar dat ik het allemaal goed uitspreek. En ja, deze is ook wel weer heel erg schattig. Nou, tot zover alle Shopkins. Ik laat nog wel even de stickertjes zien. Waar heb ik die? Die heb ik hier. En die heb ik gekocht bij een $1 store. Nou, 100 stickers voor $1. Bij de Walmart? Nee, volgens mij bij de Dollar Tree. En dit is natuurlijk altijd heel erg leuk voor vriendenboekjes. Stickertjes. Shopkins stickertjes. Ik heb de verpakking opengemaakt en het zijn 4 dezelfde velletjes met superleuke stickers. Tot zover deel 1. Misschien dat we straks deel 2 op kunnen nemen en anders doen we het morgen. En in deel 2 gaan we deze openmaken. Strawberry Kiss met snoepjes. Ik ben ook heel benieuwd daarnaar. Maar mijn vraag aan jou is nu, wat is jouw favoriete Shopkin deze keer? Dat is die lichtgevende Shopkin. Even kijken, waar is er deze? Ja, dat dacht ik wel. Ja, ik vind het heel lastig kiezen. Maar ik denk, gezien het vakantiegevoel, dat ik dan kies voor de barbecue. Even kijken of ik ze nog even scherp in beeld kan brengen. En nu gaan we deze video echt afsluiten. Voor nu, bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag!